Op een whiteboard kun je een schets maken voor allerlei plannen, projecten en wat al niet meer zijn. Het whiteboard van Microsoft is een zeer toegankelijke tool met handige opties zoals schablonen. Dat hebben we in een eerste how-to bekeken. In deze tweede werken we een schabloon verder uit en bekijken we hoe je afbeeldingen kunt gebruiken. De schabloon projectplanning die in de vorige how-to is geopend, is in beeld. Bovenaan geef je een naam. Aan de linkerkant vind je tips die behoren bij de zogeheten regio's die je hier vindt. Als je erin klikt kun je via deze knop de titel aanpassen. Je vult de items in door erin te klikken en het potlood te gebruiken. Uiteraard kun je items ook verwijderen. Als je op een regio klikt kun je op deze manier sorteren. En met deze knop maak je een controlelijst van de items. Je kunt dan een item afvinken. Via de duim kun je een item leuk vinden. Hiermee geef je aan dat je dit een noodzakelijk onderwerp vindt. Wanneer een canvas wordt gedeeld, kunnen andere gebruikers ook een waardering geven. Overigens alleen een positieve. Als je nog een keer klikt, verwijder je het duimpje. Ik vul ook de overige items in. Aan de rechterkant kun je notities maken die niet direct met een van de regio's te maken hebben, maar toch van belang kunnen zijn. Via deze balk kun je de notities opmaken. En heel handig, je kunt de notitie ook aan een van de regio's toevoegen. Klik via de rechtermuisknop op de puntjes en klik op verplaatsen. Je geeft aan naar welke regio de notitie moet worden verplaatst. Dat kan ook naar het whiteboard canvas. Daarna kun je door te slepen alsnog een notitie aan een regio toevoegen. Hier kun je eenvoudig een notitie toevoegen. En zo vind je ze leuk. We bekijken tot slot van deze how-to hoe je afbeeldingen kunt toevoegen. Klik op deze knop. Via Bibliotheekafbeelding kun je afbeeldingen van je pc invoegen. Van een afbeelding kun je er een soort handschriftafdruk van maken. In de meeste gevallen zal dat niet zo zinvol zijn, maar gelukkig kun je ook hier met Ctrl+Z de laatste handeling ongedaan maken. Ik verplaats de afbeelding. Als je een afbeelding met Bing wilt zoeken, moet je de verbonden service inschakelen. Dat zijn de optionele diagnostische gegevens en verbonden ervaringen. Daarna kun je op Bing zoeken en een afbeelding zo invoegen. Tot zover deze tweede how-to. In de laatste bekijken we onder andere hoe je een canvas kunt delen en taken aan anderen kunt toewijzen.